vrienden en vriendinnen van de sport. Goedemiddag, mijn naam is Olaf Mol. Welkom bij de Formule 1 Rolex Grosse Prijs van Oostenrijk. Voor zijn verjaardag heeft hij een scooter gekregen van Robbie en Koen. En wij gaan vandaag rijden totdat die tank leeg is. Hij heeft geen idee hoe die aan moet. Was je kalm, man. En we starten vandaag met rijden in het centrum van Utrecht. En we zetten onze reis in richting het oosten van het land. De regel is dat we om de 5 kilometer wisselen van bestuurder. Waar de rest in een volgbus achter de scooter aan zal rijden. Degene bij wie de tank uiteindelijk helemaal leeg raakt. En dus bij wie de scooter geen meter meer vooruit wil, verliest. En is vandaag de lul. En moet een verliezers challenge doen. Die moet namelijk in zijn onderbroek met een cape op zijn rug de scooter terugrijden naar het dichtstbijzijnde tankstation. Hey mensen, we zijn op weg. Daar gaat hij. Hoeveel denken jullie dat we komen ongeveer? Om heel eerlijk te zijn heb ik echt geen idee hoeveel zo'n scooter kan rijden en hoeveel liter erin gaat. Ja, liter ongeveer 6. En hij rijdt ongeveer 1 op 35 of 1 op 40. Ja, ik vind het nu al leuk. Dit is heerlijk man dit. Ik voel me zo'n heerlijke motormuis jongen. Lekker haartjes door de wind. Oh ja, rood licht zoals je ziet en moet je dus stoppen mensen. Meent u dat nou? Nee, maar als we heel eerlijk zijn, dan moet daar een klas oversteken. Tuurlijk. Oh ja. Normaal gesproken zou je met een scooter toch gewoon door rood rijden. Ja, maar nu niet, we nemen op. Maar hebben we al beseft eigenlijk hoe ziek dit is dat we twee challenges in één video doen? Nee. Want we doen dus en hoe ver kun je komen op een tank. En wie van ons verliest er uiteindelijk en rijdt als laatste op de scooter als die leeg is en die krijgt straf. Nou, dat is toch gruwelijk? Dat is echt niet normaal. Ze rijden ook super traag. Ze rijden echt zo traag achter mij. Schitterend, wat asociaal zeg. Die scooter kan maar 25, dat is niet per se hard of zo. Zeg maar, een elektrische fiets gaat een stuk harder. Zo, die step van mij gaat harder. Hoe hard gaat die step van jou? 18 of zo? 24. Nee. Mannen, ik heb dorst. Nou, gelukkig zie ik hier rechts, als je even filmt. Dit is de kal, Rob. Dit is de kal. Moeten jullie nu al tanken? Ja, die tank die is nu leeg, jongen. Wat heb je voor een raar frontje? Ben je echt zo boos? Hey, de groeten, jongens. Hey, doei. Jongens, ik ben echt helemaal uitgedroogd van het warme weer, joh. Dorstige dag. Komt het goed uit dat ik jullie Aeropress heb gevuld? Draai maar open. Zit alleen geen smaakje op. Gewoon water. Dit is niks, ja. Dit is gewoon water. Gewoon water, ouw. Ik heb hier het Favorite 5 proefpakket. Daar zitten de 5 populairste smaken in. En dan kan je die gewoon lekker proberen. Ja, de 5 populairste. Het splitje zit erin. Iemand het splitje? Ja, ja! Ja, oké. Hey! Koen, jij krijgt van mij... Wildberry. Mag ik een suggestie doen? Want ik ken dit pakket. Ik wil de Raspberry Lemon. Maar... Nou, jullie weten dat ik ervan hou. Ik neem dan lekker de watermeloen. We hebben nog eentje over. Matty kan niet kiezen, maar ik weet zeker dat hij het lekker vindt. Pie. Ja, Pie vindt het lekker. Eerlijk is eerlijk, de Favorite 5. Dat is ook een beetje wat wij zijn van heel Nederland. Wij zijn natuurlijk al bekend met want je activeert de pot door hem omhoog te doen. Ja, dan komt de geur vrij en op het moment dat je dan drinkt, proef je dus ook de smaak aan je water. Terwijl dat je dus wel echt alleen maar water binnenkrijgt en niet allemaal die rotzooi suikers en weet ik het wat allemaal. Dan hebben we ook nog eens die nieuwe exclusieve limited edition paarse fles. Dit is even lekker zeg. Hey, mag ik eens die split proeven? Ik heb die nog nooit geproefd. Ik ga niet, want dan ga je mij helemaal visueel helemaal lopen baffen eraan. Ja, teringhond ben je. Echt, je bent echt een ongelooflijke hond. Oh ja, echt split, ja. Mag ik die bij jou ook eens proeven? Ja hoor. En nog beter nieuws, met de kortingscode Carolien krijg je maar liefst 10% korting op je bestelling. Mensen, we zijn Utrecht uit. Utrecht, we hebben Utrecht verlaten. Oh, kut, het is rood. Kut, je moet niet blijven praten. Oeh. Als Breda naar onder is, dan moet ik dus rechtdoor inderdaad. Want dat is het zuiden, dus dan moet ik naar het oosten toe. Ik ga naar het oosten toe. Kut, hij is op oranje geweest. Is hij nou weer rood? Oh ja, er fietsen ook gewoon mensen richting mij. Ik ben hier gewoon heel lulverhaal aan het houden, terwijl ik hier gewoon tijd aan het verliezen ben. Tijd voor een lulpraatje. Ja, groen. Kijk, hij is groen. Kut. Oh, ja, dat is de rem. En we zijn weer los. Even een shotje van de paardenstront. Prachtig. Heel erg mooi. Hij zou hier de weg rechts heb je een fietspad, dan zouden we moeten kunnen zien. Alleen heb je een paar bomen en zo. Dat is wel een soort spannend of zo dat je hem dan ziet. Zo die heel bijzonder in de live locatie. Ja. Nu begrijp ik er niks meer van. Waar moet ik nou heen? Oh ja, dit is verboden. Toch? Dit is toch verboden? En hier moet ik nu heen. Want hier links is het gevaarlijk of zo. Nou, dan gaan we maar hierheen. Maar dan komt die auto natuurlijk nooit meer. Ze willen me nu nooit meer terug. Zie je hem? Dit is een soort jachtseizoenparodie maken ze. Ja, op de scooter daar. Je raadt het niet, maar je zit op de scooter. Kijk, maar deze kans ga ik natuurlijk niet laten liggen. Hè? Dat snap jij zelf ook wel. Dit ga ik natuurlijk niet laten liggen. Dit gaan we natuurlijk gewoon meteen doen. Hij pakt die hoofdpijn. We gaan van de ramp af hoor. Oh! Oh, dit is fucking vet! Oeh, tyfus, ze gingen hier bijna vanaf. Ja, dan was ik toch wel vrij dood geweest, moet ik zeggen. Ik vind het wel leuk dit. Ik denk dat heel veel mensen dit doen. Hoppa! Oh, we zijn 5 kilometer onderweg. Wat een flauwe kul, man. Hey, de wieltje! Oh, zeg. Hij heeft een soort van helm op. Heb je al 5 kilometer? Ik zit al over de 5, ja. Bam. Wisselen dan. 'Cause you had a bad day, you take a one. Tijd om te wisselen. Ik vind hem net zo leuk, man. Ja, maakt niet uit. Opflikken. Nee, over 20 kilometer mag je weer gaan. Ja. Wie wil nu? Ik wil wel heel graag. Ja, dat snap ik wel. Het is echt heel leuk. Ja. En ik ook zo'n lekkere frons op mijn voorhoofd.
Oh, wat lekker. Ik vind dit echt een heerlijke opname. Je zit gewoon heerlijk zo op het scootertje. Wat een... Dit is toch genieten? Hij gaat de andere kant op. Wat doet hij nou? Nee. Wat doet hij nou? Wat een rare gozer. Waarom eigenlijk hier staan zodat hij langs gaat rijden? Wat een random gozer. Je roept ook eigenlijk, je weet gewoon, hij gaat. Jongen. Ik weet niet hoe goed jullie mij horen, maar ik denk dat ik dus het beste ben in deze challenge. Klinkt heel erg eigendunkerig, maar dat is het ook wel. Ik kan namelijk het beste navigeren van iedereen. Ik ben een gevoelsmens. Ik doe alles op gevoel. Liefde bedrijven, arbeiden, navigeren. En dit is navigeren. Een lul van een vent. En Raoul is nog maar net onderweg, maar je raadt nooit wie die ineens tegenkomt. Broer, dat was Irma Knol. Volgens mij was dat Irma Knol. Ik maak geen grap. Oh, we zien hier echt in mijn knop. Goos, dat is niet normaal. Hij heeft al sowieso een camera. Ah, ik ga er rood. Ik ben een boef. Het is groen. En dat is wat wij anticiperen noemen. Hé, hey, wat een leuke vlag hier bij onze voorganger op zit. Is die voor Nederland of zo? Hey. Even je kop uit het raam schreeuwen. Je ziet hier raam, dat kan niet heel veel meer hebben, denk ik dan dat. Nog één keer, Milo. Als ik nog één keer doe, zou ik er dan doorheen gaan? Ja. Hey, zullen we bij 50.000 likes op deze video in een knolappartement in Italië gaan overnachten? Ik weet niet, je hebt het nu wel gezegd, dus als Anton het begin laat. Dan zijn we de lul, maar dat is met heel veel dingen. Ik kan het ook verknippen. Dus als jij nu zegt, eet ik mijn poep op. Ja, kijk. Ja. Bij 50.000 likes op deze video, eet ik mijn poep op. Dat vind ik nou nog eens. Ben ik nu de sjaar. Wat moet, dat moet. Milo, zeg eens Amri Lonk. Amri Lonk? Nee, moet Lonk Amri zeggen. Lonk Amri. Helemaal. Hij staat hier bij die tankstation. Niet tanken, hoor. Hij staat bij tankstation. Dit is een mooi punt om te stoppen. Mijn tankstation weer. Voor mij is dat ding een beetje scheef. Een haar of zo. Een haar of zo. Kerel. Dat is echt rustgevend, man. Heerlijk, hè? Het is een heerlijk weggetje. Ga jij nu? Ja, ik ga wel. Dan is hij zo leeg. Milo, voor het eerst op een scooter. Nou, ik doe het nooit veilig, zoals je weet. Maar met scooteren ben ik toch wel best wel behoudend. Laat ik het dan zo noemen. Dag hoor. Ik heb expres gedaan alsof ik dat ding op zijn hoofd een beetje moest verschuiven. Dat zijn haar nu helemaal door de war zit. Ja. Echt een zieke prank. Ik heb een beetje het gevoel alsof ik echt aan het fietsen ben. Zo langzaam gaat het. Wat een ongelofelijke tegenvaller. Ik ga plank gaan, zeg. Maar dat kan ik gewoon niet. Zou het ermee te maken hebben dat ik wat zwaarder ben dan de andere jongens? Dat ik daarom wat langzamer ga? Zou het daarmee te maken kunnen hebben? Vies dik. Ja. Ik ga even door de drive hoor. Wacht even. Ho, de Mackie. Ja, ik moet nog even door de drive heen. Geen keus. Even een milkshakeje banaan halen. Bruh. Hoi, goedemiddag. Mag ik een milkshake banaan en 6 nuggets van je? Is die dikke Milo nou eens eentje bij Mac? Ja, wij dachten we gaan hem hier opwachten en dan gaan we als een soort marathon hier klappen als hij voorbij komt, maar nu komt hij. Zeker bij de McDonald's. Oh, wat is dan net ik in de drive? Jongen. Ik ga hem even facetimen en ga ik hem even confronteren met dit hoor, want hij noemt mij altijd dik. Waar ben jij joh, vuile vetjanus? Ik ben onderweg jongens, ik ben onderweg. Ja, dat zal wel weer hè, met je dikke tieten. Ik ben onderweg jongens, jullie krijgen mooi niks. Met je dikke tieten. Milo, leg even een spicy McChicken in je buggy voor mij. Ja, dat is goed. Milo, pak zelf maar salade. Pak maar salade. En nadat Milo eindelijk zijn hele bestelling heeft opgenoemd, het mocht even duren, verlaat hij uiteindelijk de McDrive, maar hij heeft verder oprecht geen idee hoe een scooter werkt. Ik heb natuurlijk geen idee hoe dat open gaat. Hey, kun je me even helpen? Hoe gaat zo'n ding open? Ik krijg dat ding en niet op die standaard en ik krijg dat ding niet open, die klep. Zo? Oh ja, dan moet het daarin. Ja. Oh ja, mooi. Ja, we hebben hem voor dit. Voor de video. Oké, dit is perfect. En dan gooi ik dit er zo in. Hupsakee. Ja, we gaan kijken hoe lang die tank vol gaat. Kut. Romigheid. Wat vind je van Caroline van der Plas? Vind je die romig of niet? Caroline van der Plas vind ik niet romig. Vind je die niet romig? Nee, die is gewoon dik. Hey, ik wil even een statement maken. We moeten stoppen met het woord romig te misbruiken bij gewoon echt dikke mensen. Romig moet romig blijven. Ja, romig is romig. Dit zijn jongens, ik heb dit niet. Wat zit er voor uit, Milo? Dat ding is te groot voor mijn hoofd, denk ik. Hij is niet strak genoeg. Heb je iets in je ik heb helemaal niks. Buddy. Laat me lekker doorrijden, ik moet 3 kilometer. Hey, ik wil niks gehaald! Hey. Ik heb klootzak! Ja, ik vraag of je wat mee kunt nemen voor mij. Ja, ik heb wat nu. Oh, dit is nergens voor nodig. Ik heb nog wat voor je meegenomen, hè? Nee, nu niet meer. Nu is het voor mij. Nee, maar laat ik zie echt gif in je ogen nu, hè? Nee, je kan lekker maar allemaal lekker de kant toe. Meneer stond in je milkshake. Doorrijden. Ja, maar waarom stappen jullie mij hier? Ik heb nog 3 kilometer. Je hebt toch eten voor ons? Ja, zo meteen, bij de wissel. En nu ga ik erover nadenken. Doei. Dag hoor jongens. Tot zo. Doei. Milo, jij bent echt een homo. Milo. Fuck you! Fuck you met je spektieten! Mag je Milo wel romig noemen? Ik kijk, nee, Milo is gewoon dik. Naar de romige Milo politie, is een beetje Caroline van de Plas. Caroline. Het probleem met Milo is dat hij dat niet van nature is. Tuurlijk wel. Ja jongen, je kent dat broekje toch uit al die oude voetbalvideo's. Ja, maar zijn pa is ook gewoon dik. Ja, Hans, sorry. Vind je Hans romig? Ja, Hans is dik, niet Hans is romig. Dik. Nou ja, dan is Milo ook dik en niet romig. Wat een klootzak, mijn milkshake! Ik haal even een milkshake voor mezelf. Ik neem zelfs nog nuggets voor ze mee. Stank
voor fucking dank. En ik had er zo lekker veel romig zin in. En zonder milkshake, maar wel met de nodige frustratie in zijn lichaam, maakt Milo uiteindelijk zijn eerste 5 kilometer van de dag af. Je moet hier stoppen, jongens. Mijn tijd zit erop. Je moet hier even ergens stoppen, maar ik zie niet echt een plek waar dat goed kan. Hier dan. Kan dat hier? Ja, hier kan wel even. Hier stop ik wel even. Hier moeten ze me maar even oppikken. 12 seconds later. Oké, ik moet nog iets door blijkbaar. Ja! Ja, ja, ja. Jongens. Heb jij eten voor ons? Je denkt ook niet echt dat ja, voor hem wel, voor Matt wel, voor jullie twee. Jullie hebben mijn milkshake eraf gegooid, krijg je natuurlijk helemaal niks meer van me. Niks. Helemaal niks. Makkelijk. Wie gaat er nu? Ik. Eerst even wat eten. Ja, maar Rob kan toch al gaan pakken, want die mag niet eten. Maar nee, heb ik alsnog geen eten. Ga er trouwens even af. Nee, ik ga wel een stukje rijden. Nee, we moeten even deel van de af dan zou ik. Nee, ik kan er niet af. Kom, we doen wisselen. Ja, maar ik heb de sleutel, dus het is echt handiger als jij er even afgaat. Nee, maar laten we dat dan dadelijk doen. Dan ga ik eerst een stukje rijden. Nee, maar ik wil even eten. Nee, maar dat mag dan ook, want dan laat ik wel wat liggen voor jou. Beloof niet echt wat dat ligt? Ja. Over 5 kilometer, dan heb je voor ons. Ja. Prima. Ik weet niet of je dit nou zo leuk vindt. Ik wil gewoon eten. En met een zak McDonald's en een belofte op zak gaat Rob beginnen aan zijn eerste 5 kilometer van vandaag. Hey, die domme peer denkt dus echt dat ik hem die Mac ga geven. Maar ik ga even wachten tot ze me voorbij zijn. En dan ga ik ze gewoon afschudden. En dan ga ik eens heerlijk lopen lunchen. Ergens lekker hier rechts in de bossen. Nou, dat is toch super? Super. En dan zijn ze de losers. Oké, ze zijn me nu dus voorbij. Dus als ik nu gewoon hier ergens rechts dadelijk inga. Kijk, ze zijn me nu al voorbij. Dus ze kunnen me niet meer terughalen. Zeg maar, toen ik nog voor ze reed, hadden ze me kunnen volgen. Kijk, zij gaan daar nu rechtdoor bij dat stoplicht. En ik ga hier even een plekje zoeken dadelijk. Oh, pas op, waakhond. Betreden op eigen risico. Bijna erin zien ga ik toch nog een stukje doorrijden. Hey, joh, fuck deze challenge. Kijk dan. Even een heerlijk stukje natuur hier opgezocht. Voor mij is dit misschien wel de mooiste plek op aarde. Even kijken wat voor lekkers die jongen allemaal heeft meegebracht. Gozer, wij wachten hier al fucking lang en die dikke Rob is er nog niet. Hij is dood. Hij zou hier moeten zijn nu, want dan kunnen we weer wisselen. Want ik mag daarna. Hij heeft natuurlijk zo, als we eerlijk zijn, zou hij de bond verbroken hebben. Hij is echt nog heel ver naar achter. Hij staat stil. Hoe kan dat? Zeg dat die losers echt dachten dat ze echt iets te eten van mij zouden krijgen. Ik ga hier even heerlijk genieten van mijn kipnuggets. Ik ga dit moment ook goed in me opnemen. Kan ik ze dadelijk vertellen hoe lekker het was. Er staat hier ook een vuilcontainer tegenover. Dus ik ga alles weggooien, behalve de chili chicken voor Roel. Want daar had hij zoveel zin in. Dus die krijgt hij wel van me, dat heeft hij verdiend. En ik ga 1 nugget overlaten. En de rest kan er mooi stikken. Yo! Yo! Yo, ik hoor jullie niet! Heb je die Mackie al gechapt? Ik versta het niet. Nou, dit was echt wat een super gezellig gesprek, jongens. Maar 1 voordeel, hij zat niet te eten. Nee, klopt, hij is wel onderweg. Hij zag er wel een beetje uit alsof zijn wangen heel erg spekkerig waren. Ja, we zien het zo. We gaan het zo zien. Maar hij was nu niet aan het eten, dat is een goed teken, want ik wil Mackie. Wat van jou zou ik krijgen, en van hem ook. En met je lekkere spekdietjes. Even maf, jongen. Ik wil alleen fijne spekdietjes zitten. Lukzuiger. Hoi, hola! Kom maar, spekdietjes. Kom. Ik heb een grote spekdietje. Professionele content. Nu zijn we gewoon lekker met een volle maag kilometers aan het maken. Dit is toch heerlijk? Genieten van de natuur. Lekker likken aan die kutjes. Hey, Adela! Kijk, dat is zo dat hij gaat laaien. What the fuck? Laten zien, man. Ik heb die oprecht nog nooit gezien. Wil je die echt zien? Holy shit! Godverdamme! What the fuck! Hey, die Rob is zo dik. Holy shit, ouwe. We staan hier al 20 minuten te wachten of zo. Jij kan in de nieuwste bank zitten, rap. Kun je zeggen van 2 ton, heb niet over me. Geld. Wat gaat dan over je gewicht, weet je wel? Jij bent echt een ongelooflijke teringlijn. Maar wel fijn dat je even uitlegt voor de kijkers thuis. Ja, we kijken steeds zo slim, hè? Oei! Ik wil even een statement maken. Ik voel me echt super slecht, man. Ik ben suicidaal. Dan weten jullie dat. Hoef je niet meer aan mijn vriendinnen en iedereen die je kent te sturen of het slecht met me gaat. En binnenkort ben ik niet meer levend. Ja, nu weet ik het wel, hè. Losertjes! Nou, hier met die Mac, we hebben echt fucking honger al de hele tijd. Hey, ik zie nu pas hoe mooi die scooter is, man. Hey, heb ik het een beetje snel gedaan? Of Nee, langzaam. Ja, er was verder niks aan de hand of zo verder. Ik heb ik had best het idee dat jij veel gehaald had, Milo. Ja, ik had best veel gehaald. Ik dacht, ik ga over iedereen even wat. Ja, voor mezelf, dat had ik dus niet voor. Ik had in principe voor mezelf alleen die milkshake. Nou, die ben ik al kwijt. Maar gelukkig had ik meer dan eigenlijk dan nodig voor de rest. Voor mij. Ik had voor iedereen wat gehaald. Ja, voor iedereen. Had voor iedereen wat meegenomen. Ja. En wat had je voor mij dan gehaald? Jij wilde kipnuggets, toch? Hier, de 6 kipnuggets is voor jou. Ja, nuggetjes, ja. Gozer. Oh ja, die andere 5 die hebben we misschien hadden. Dat vind ik wel een leuke dag. Hey, lekker voor hem. Ja, is goed. Dan krijg jij de rest. Ja, die ligt vandaag. Echt een tering, jongen. Echt alles maar hebben we zelf opgegeten? Nee, dat heb ik niet opgegeten. Wie ben jij? Oh, die titel. Ik heb alleen die 5 nuggets. Ja, ik voelde het al. En Milo, ik heb echt goed nieuws wel voor jou. De mensen die hiervoor waren hebben nog wel misschien een lekker broodje. Heerlijk. Hey, laten we kilometers gaan vreten, man. In plaats van McDonald's. Ja. Ja. Mag ik bij jou achterop? Nee, flikker op. Rob, flikker op. Nee, opgesomen. Je komt niet meer achterop. Het speel is gewoon blij, leuk. Ja.
Dat had u echt niet verwacht. Geef een kusje. Oh, wat zijn toch goede vrienden ook, hè? Meer dan dat, meer dan dat. I want it that way. Tell me how. Why? Zal ik even slalom? We've reiterated the lab before. Tell me why. Ain't nothing but a... Brabant. Smiley. Ik heb een tuintje in mijn hart. Maar alleen voor jou. Dit is gejank. Nou, ons stuurde ons net van, hey, ik zie Irma Knol. Zullen wij nu ook een voice-memo sturen met, what the fuck, we hebben een scooter. Zie me a**l hier. Ja, leuk. What the fuck, we zijn op die scooter. Weet je wie ons tegemoet rijdt? A**l hier. Ja. Hey, fuck. Eén zomer. Triest. Politie, zie je een kenteken? Ja. Nu zoekt hij ruzie. Ja, kut. Hey, jou is sowieso opgevoerd. Nee, man. Dikke shout-out naar, hoe zal hij heten? Karim. Zijn we de auto dit? Is verboden. Fuck it. Wat ik doe zo, dan ben je geen snorfiets meer. Je vond het wel leuk, of niet? Hé, hey, jongen, ik vond het fucking leuk. Ik vond het kut. Aan het begin had hij tegenzin, maar daarna versprak hij zich een keer. En toen gingen we even lekker liedjes zingen en toen kwam ik er toch lekker in. Ja. Iedereen is nu geweest. Ja. Mat. Maar ik heb zin, man. Het is lekker. Ja, het is heerlijk, man. Het is heerlijk toeren. Bedankt, jongen. Ik ga weer. En zo gingen we vol goede moed onze reis vervolgen op onze prachtige Zipscooter, die overigens geen brandstofmeter heeft. Alleen zo'n oranje lampje. Je weet dus niet hoe ver je bent. Alleen als je bij dat oranje lampje bent. Maar goed, die brandt voorlopig nog niet. En inmiddels zijn we een goede tijd later wel Ede gepasseerd en volgen de kilometers elkaar in rap tempo op. Totdat... Roel is nu net aangekomen, maar we hebben een probleem. Het is zeg maar bijna donker. We denken dat ongeveer de helft van de tank zit of zo. We hebben echt geen flauw idee. We hebben even geroken en hij rookt nog steeds aan de benzine. Ja. In ieder geval, we redden het gewoon niet vandaag. Dus wat we nu gaan doen, we zijn nu op deze plek. En over 2 weken zijn we hier weer. En gaan we vanaf hier door met de scooter. Met dezelfde tank. Met dezelfde tank. We gaan hem gewoon niet aanraken, die scooter, nee, in de tussentijd. Rob is net gebeten door een hond. Rob is net gebeten door echt een tyfusdaggoe. Een kuthond, ja! Ah, dat aan! Ik zie een heilzak, ouwe! Ik zie een bak! Gadverdamme! Dat is onze oude locatie, daar wordt nu gewerkt aan de weg. Wij staan nu een paar meter verder. Hey, mag ik even, even die update geven over die hond? Het is paars geweest, het is geel geweest op een gegeven moment. Maar ik ben helemaal weer geel en paars. Ja, ik heb wel, ja, en... Ja, en Matt, jij gaat rijden. Veel plezier. Ja, ik heb er echt zin in, man. Ik vind het wel heel mooi dat in die tijd sinds de vorige keer dat wij echt een stijl upgrade hebben gehad. Ook. Ja, we hebben wel een stijl upgrade, mensen. Ja, ja, ja. Zoals je al ziet, inmiddels heb je het op. Oh jezus, ze rijdt op een vrachtwagen. Nee, maar ze fluit. Hey! Dag hoor! Dag hoor! Mensen, wat hebben we er weer zin in vandaag, hè? Hey, what the fuck? Geile orgen, jongen. Hey! Kom, we gaan door. Hij heeft er niet de sleutel mee. Wat een kneus, jongen. Oh, kut! Godverdorie, wat zien we hier nou? Kerel, ga eens gewoon rijden! Wat zeg je? Ga eens gewoon rijden! Nee, ik ga hierheen. Dan ga ik rijden. Nee. Ik rij wel door. Willen jullie ook? Jouw vriend, ik ga wel rijden. Dan ga jij maar lekker aardbeien eten, dan mag jij zo weer. Waar slaat dit op? Ja, hier kwamen we ineens onderweg een aardbeien- en kersenkraampje tegen. Alleen Roel die had geen zin daarin, die wilde niet wachten. Dus die vervolgde alvast weer zijn weg met de scooter. In dat kraampje werkte trouwens een oude bekende van ons. Kale bekende. Ik wil 1 bakje aardbeien. Wil jij een bakje aardbeien? Ja. Wil je deze? Ja, is goed. Hier. Ik moet er afrekenen. Ik wil een klein bakje braampjes, Milan. Meneer van de kraam bedoel ik. Ik wil deze graag en deze. Deze zijn echt lekker. Het is 3 voor 6, hè? Jongens, maar jullie weten nog niet. Dat is, het is maar 3 voor 6. Ja, leuk. Even omdat jullie vaste klant zijn, krijgen jullie hem van mij. Dan doe lekker. Kom, we moeten door, anders weet Roel niet waar we zijn. Ik vond het een leuk uitstapje, jongens. Ja, leuk uitstapje. Uitzending gedaan. Oh, wat is dit nou? Hij gaat veel sneller dan mijn scooter. We zijn uit Bennekum. We gaan Wageningen in. Ik heb dus heel veel geneukt in Wageningen. Passieve anale seks. Wat is die dik? En Roel! Hey! Roel, wil je fruit? Ja! Je is tante. Hier! Dankjewel! Vitamintjes! Koen, als jij filmt, ga ik gewoon fruit gooien. Gewoon ja, okay. Lekker zeg, even een vitamine boost. Hier, Roel! Een aardbei! Kut, helemaal! Roel, framboos! Kut! Hij heeft nog steeds zijn mond open. Ik kan er niet bij! Hey, wat een mooi weiland! Film dit even naar buiten. Wat een prachtig weiland, zeg! Tering! Ja. Oh! Oh! Die weiland! Helaas, Roel! Heb je nog meer fruit? Nee! We hebben niet nog meer! Lul! We hebben geen fruit meer, sorry! Teringhond? Ja. Arnhem! Hey!
En na een snelle wissel is het de beurt aan Milo zijn eerste 5 kilometer van vandaag te voltooien. Mensen, ik zit dus te denken. Had ik nou maar die frambozen nog gehad? Ik heb echt heel veel honger. En dan zullen mensen in de comments wel weer zeggen. Milo, tuurlijk heb je honger met je spektietje. Je hebt altijd honger. Is ook zo. Maar ik heb nu gewoon lekkere trek. Dat wil ik even duidelijk maken. Ik moet zeggen, wel een mooie omgeving hier, man. Eerlijk wel. Misschien wel de mooiste plek op aarde. Mevrouw, u moet erop zitten. U moet erop zitten. Die snapt er helemaal niks van. Ja, ja, mensen. Centrum Arnhem. Centrum Arnhem, we komen eraan. Auw. Zo, vloog een of andere wesp tegen me aan. Ah. Zo, dat doet echt pijn. Ja, dat vind ik altijd zo lekker tijdens een scooter een beetje een nummertje opzetten. Ik laat het hierbij. Ik kan niet met jou zijn. Is dat nou echt wat je zei? En dan is het de beurt aan Robbie. Die mag dus Milo bij deze opvolgen en heeft daarmee ook de eer om het centrum van Arnhem in te mogen rijden. Maar na Irma Knol komt ook Robbie vandaag een echte bekende Nederlander tegen. Hij staat hier gewoon naast Armin van Buuren. Siem de Jong bedoel ik. Siem de Jong. Rob, haal hem in, haal hem in. Daar, hij gaat niet harder. Hij gaat niet harder. 2 hours later. Dit is de beslissing, denk ik. Ja, bedankt hè. Siem de Jong. Gaan we soms echt af wat mensen denken op het moment dat je met zo'n ding op je kop op een scooter voorbij raakt. Maar goed, hij wenst me wel succes, dus wel sympathiek. Het zijn de mensen in Arnhem aardig, zeg. Ja, die hebben we. Mevrouw, mag ik jou rijden? Hey, dat is eerder vandaag gebeurd. Die aardbei zit nog op je rug. Die godverdomme. Loodzakken! Haal ons weg. Ik kan het niet zien. Haal oprecht weg. Hou gewoon je bek en haal het gewoon weg van mij. Als jouw vriend toch een vieze rug heeft, dan maak ik dat toch schoon voor hem? Ja. We hebben een probleem. Nou, niet echt een probleem. Alleen... Het is een oplossing. Rob is met de scooter het centrum van Arnhem ingereden. Alleen, wij komen er niet met de auto. En wij hebben geen fucking idee wat hij aan het doen is. Hij neemt niet op. Dit is vooral, we hebben zijn live locatie en hij staat ergens stil. We denken nu dat hij dus of gevallen is, of hij moet heel nodig poepen en hij zit ergens in de bosjes. Alleen ja, wij kunnen daar met de auto niet komen, dus we hebben hem maar gewoon geparkeerd en we gaan daarheen lopen en we zien het wel. Er zit een massagesalon. Maar wat hopen jullie? Dat hij... Een massagesalon? Oh, ja. Nee. En een aankoopmakelaar. Misschien is hij wel die massagesalon aan het kopen. En misschien was er misschien wel. Ja, misschien doet het lampje het niet, dat hij ons eerder gewaarschuwd heeft. Hey, we worden nu gescand voor het parkeertal. Handhaving! Dus we kunnen snel parkeren. Hij heeft nu gezien dat hij nog niet komt. Dan komt hij nog een keer. Stoer hoor, hè? Helden van de overheid. Proef, maar ben jij de enige van ons die niet onder de plak zit thuis? Ik ook niet. Jij wel. Ik ook echt niet. Ja, we zitten zwaar onder de plak. Hele rug zit eronder, man. Weet je wat hij afgelopen vrijdag tegen mij zegt? Hij zegt, ik heb gisteren 2 broeken van Charm met de hand gewassen om de vlekken eruit te halen. Dat is zo, dat heb ik ook gedaan. Sim! Ik heb een kaartje ervoor! Ik ging met hem naar Wildeburg Festival. Dat is heel ver weg en ik moest dan een taxi betalen, heel duur. Ik denk, ik zorg gewoon dat ik goodwill heb. Dan kan zij me ophalen met de auto. Laat mijn auto thuis. Dan kan zij dat allemaal regelen. Dus ik was die boeken voor haar. Ik heb zoveel goodwill. Wat denk je? Daar. Krijg een belletje. Oh ja, sorry, ik heb al te veel gedronken op mijn vrijmuur boven mijn werk. Kan niet meer komen. €300 betaald voor een taxi. Dat is hem. Nee, dat is hem niet. Verdorie. Collega! Ja, dat moet je toch even zeggen. Als scooteraars al doorgaan. Hé, de kans dat hij hier echt gecrashed is lijkt me toch aardig klein. Ja, als hier de Burger King zit, zou hij hier wel weer binnen zitten, die speknek, jongen. Zit hij bij de Burger King? Ja, zie ik zijn duimpje omhoog gaan. Kijk eens. Heb je hem gezien? Ongelooflijk. Hij heeft ook alweer een gigantische pilskerel te pakken. Zo'n pilsjongetje. Hallo, een Duitsland kunnen zitten. Heb je een tafeltje voor 6 geweest? Ik had verwacht dat jullie op een gegeven moment mij wel zou komen zoeken. Dus ik had al pas een biertje. Ik dacht dat je verongelukt was. Ik dacht, jullie zien toch wel dat ik stil. Nee, we hopen dat je er ongeluk was. Hoe is het zo? Als je benzine op of zo? Nee, helemaal. Ik heb daar geparkeerd. Kom op man, we moeten ook even lunchen. En na een lekkere lunch, dankjewel Rob, waar Milo ook nog even een bak trok, waren we weer helemaal ready om onze weg te gaan vervolgen. Zo jongens, sorry. Ja. Even normaal. Die vrouw naast jou kijkt, die schaamt zich kapot dat ze naast jou zit. Sta op en zeg sorry. Hij gaat even op het terras zijn en sorry zeggen. Nee, dat gaat het niet doen. Mensen, sorry voor die boer. Hey, laten we dan snel doorrijden en kilometers vreten. Besef dat wij echt zo dicht bij Duitsland zitten. Je kan die braadworst gewoon ruiken. Oh wacht, dat is Rob. Jij neemt Stokkie weer over. 5 kilometertjes. Dag Tokkie. Dag hoor. Zo ben ik een Tokkie. Kijk even hier erbij. Boom, zit een merch. Oh, wat een mooi shot. Oh, dat had ik echt niet willen missen dit. Later hoor. Arnhem, laat je horen. Zijn Arnhem toch? Nijmegen. Ja. Oh, je bent gewoon de editor. Jullie kijken even in beeld nu. Ik ga gewoon ineens in gesprek. Maar goed, we zijn in Arnhem toch? Ja, we zijn in Arnhem. Ja. Mensen, daar gaan we. Het schitterende Arnhem uit. Ja, we gaan rijden richting Duitsland. Ik heb geen idee of we het gaan redden om daar te komen. Het zou wel mooi zijn als we Duitsland redden. Dat zou ik wel leuk vinden. Nou, wat een uitzicht. Wat een vlieg. But if you close your eyes. Godverdamme! Je ziet het hè mensen. Sean, Zort, bang zit een shirtje. Ja, misschien begon je in de tussentijd af te vragen, gaat het dan nog wel gebeuren?
Jawel, het gaat gebeuren. Het was hier dan eindelijk zover. Oh mijn god, mensen. Kijk, het lampje. Het lampje eraan. Ik kom dus op mijn punt waar de overstap is. Ik heb geen idee of het lampje daarvoor al was aangehaald of niet. Dus volgens mij kunnen we bijna niet meer rijden. Dit is wel kut, want nu gaan we misschien Duitsland niet halen. Stinkkerel! Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Ik zie al wel goed nieuws. Het goede nieuws, ik heb hier heerlijke M&M's. Ik heb heerlijk gescooterd. Slecht nieuws. En geen lampjes aangehaald. Nee. Maar, ja, is het zo weer? Ja, M&M's. Ja, kijk maar. Ja, die staat flink aan. Ja. Maar het ding, deze scooter is niet geavanceerd. Weet je niet hoe we dat doen? Dit ken ik. Niet doen, ik weet het toch? Ja, nou, laat die benzine erin zitten. Maar doe die nakken weg, raf. Voelen we al aan het einde we gaan rijden? Hij werd wat lang en wat stroever. Echt? Nee, natuurlijk niet, Milo. We hebben nog niet met een auto. Ah nee, man, ja, leuk. Je bent sneller. Stoer hoor. Wat een prachtig park. Het is een prachtige locatie, prachtige natuur, prachtige zandverstuiving, prachtige. Oké, wij zitten nu in de auto en Matt is echt was net onderweg, maar hij stuurt ons nu een voice memo. En ja. Nu is vanaf nu, elk moment is sowieso spannend. Elk moment is spannend. We zijn dat ding is nu al leeg. Dan zou dat lampje niet veel vermogen hebben. Dan zou ik echt teleurgesteld zijn in de scooter. Ja, maar ik moet dus heel eerlijk zeggen, dat ik was dus bij het eindpunt en toen pas zag ik dat hij oranje was. Wie is er voor gescooterd? Ik. Toen was hij nog niet oranje. Ja, bij mij was hij, nee. Laat zeggen, ik heb niet gezien. Ja, in ieder geval, hij is dan zeker bij mijn rit oranje, maar het zou ook aan het begin gebeurd kunnen zijn. Waardeloos. Wat een saai bericht. Waardeloos bericht. Ja, nog maar 500 meter. Dat is mijn kilometers zijn op. Ik ga dit halen, jongen. Desnoods stopt hij er nu mee, dan rol ik hem gewoon uit. Dan is de volgende de lul. En ik zit nu aan de andere kant van het spoor, want er is hier alleen maar spoor. Hij gaat het halen! En dan zijn we nu in Zevenaar. Ik zie dat zo dicht bij de grens lag, joh. Hij staat weer te flirten. Hey, hij rijdt nog. Bro, hij rijdt nog als een zonnetje. Zet hem uit. Nee. Stoer. Hey, waar zijn we eigenlijk? We zijn in Zevenaar. Je bitchie doet het even raar. Ik heb dus een gozer, die ken ik. En die zegt altijd als hij dan in de club met veel te jonge meisjes aan het praten. Zeg ik, gast, dat kan je niet doen. Die is veel te jong. Als ik al schommel, ken je ze ook weer. Hey, maar nu kunnen we ook al kijken wie van ons nou het dikst is. Ja. Gaan we het zien. Ben je klaar om los te laten? Hey, gozer, de groeten. Ik wens jou heel veel succes. En dan is het aan Raoul om zijn 5 kilometer vol te maken. En op dit punt weet je dat als je net geweest bent, de kans klein is dat je nog een keer moet. Dus de spanning neemt hier wel echt toe. Roel heeft ons een spraakmemo gestuurd. En Matt, jij was er net niet bij, maar het was echt een spannend moment. Ja, echt spannend. Ik stuurde voor mij gewoon een best wel relatief huishoudelijke mededeling. Ja, klopt. Maar dan weet je uit of zou dit ook kunnen. We zijn in principe best in de buurt bij Boel. Komt ie aan. Ah, hij neemt geen risico! Hij zal dan... Nee, hij moet gewoon stoppen. Hij nakt hem weer. Ik ga hem over Duitsland heen. Ik rijd door. We gaan het doen. Nacht Duitsland. Hij rijdt weer. Hey, hier komt hij. Nou, hij gaat nu leeg. Hij rijdt gewoon door. Hij heeft ons helemaal niet gezien volgens mij. Echt heel irritant, want hij was aan het praten tegen de GoPro, toen reed hij opeens door. Ja, hij wist het zeker. Hij neemt echt een risico hier. Deze lelijke tyfusbus zie je echt van de kilometer aankomen. Hoezo? Vette verstikkering. Echt een gigantische klootzak. Het enige is, als hij nu uitvalt, dan ben ik super blij. Maar stel ik val nu daardoor in het laatste deel van mijn blok uit. Maar dat maakt niet uit. Het kan ook zijn dat de volgende doen. Ik wou zeggen, ik kan ook nog eens een lul zijn. Ja, maar het vergroot alleen mijn kans. Ik ben sowieso niet nog een keer aan de beurt. Dus het vergroot sowieso mijn risico. Dat klopt. Ja, dat is waar. Ja. Hey, zit daar het kenteken? Ja? En nog één! Hey, daar is Roel! Is dat Roel? Zou die uit zijn? Maar dat stoppen gas, dat is ook niet goed. Ik hoop zo dat die tank leeg is. Cause you had a bad day. Op het moment dat ik er nu nog 5 meter mee kan rijden, dan is het toch eigenlijk gewoon Roel. Roel! Ja, ik wil hem naar Duitsland trekken. Ja, doe dan. Begint een beetje te stotteren. Ja, doe dan. Nee. Begint hij te stotteren? Nee. Roel, maak hem af dan. Naar Duitsland? Ja. Oké. Okay. Roel gaat helemaal naar Duitsland. Dit is go big or go home, wat je nou doet. Roel gaat gewoon helemaal naar Duitsland rijden. Hoe ver is het nog? Op het moment dat Roel nu al zegt 8 kilometer. Oké. Op het moment dat Roel nu al zegt hij begint te stotteren, dan red ik die 5 kilometer sowieso. In principe is het niet eerlijk als je wacht tot hij stottert en dan zegt hij geen naastel. Ja, maar dat is wel Roel. Je kent Roel. Wat gaat hij nou doen? Hij is hem na gaan duwen. Ja, maar hij rijdt ook maar 15. Altijd niet. Hij gaat niet. Ik ben klaar. Nee, uitmaak, nee! Wat dit is niet normaal, wat een gozer. Hoe kan je het zo serieus nemen? Wat een gozer. Naar mij. Komt goed. Ik kan me echt aan storen. Dat je dan zegt, is goed. Ik rijd uit en dan zeg je, oh, ik merk dat het niet gaat. Ik stop. Dan ben je zo'n faggot. Milo, dit zijn je laatste woorden. Moments before death. Wil je nog wat zeggen? Maar ik voel me wel een beetje stotter al. Bullshit. Dat is sowieso bullshit. Nee, het was echt een beetje bang. Een beetje de Miss Montreal onder de scooters nu. Je zegt, ik geef even gas. Ja. Hij is al leeg! Hij was niet leeg! Zet hem maar dan! Oh mijn god! Is hij leeg? Is hij leeg? Zet hem maar dan! Ik zweer! Hoe was hij niet leeg? Is hij leeg? Oh mijn god!
Zwart en Noir. Je hebt hem alleen gereden. Ja! Nee! Hier, hier, start. Ga dan. Nee! Ga! Hij is zo snel! Met z'n aarde lul, jongen. Kom op! Kom op! Snel, snel! Snel, kom erin, kom erin! Oh mijn god! Hij doet het niet meer uit, nee! Hij stopt, hij stopt! Ja, hij was al leeg, maat! Ja, nee! Hij heeft toch nog 100 meter gereden? Hij is leeg! Ja, die is klaar, hè? Ja, maar hoe is dit? Hoe betekent dat ik af ben? Maar kijk, het ding is, ik zou het als vriend zijn er geen leuke actie vinden. Maar. Je hebt nog gereden. Luister, nee, wij staan daar bij Roel en hij start gewoon niet meer. Roel is zijn beurt, hij start niet meer. Vervolgens duwt dat ding hij dat ding helemaal naar boven, door er nog twee druppels inrollen. Oh, hij start weer, ga er maar op zitten. Dus ik zit erop, een gas. Ja, leeg, meteen. En ik dan ik moet zeggen, ik vind het wel moeilijk, hoor. Ja, ik vond eigenlijk dat hij al leeg was, maar goed, dat ben ik. Fijn dat hij al niet meer start. Maar wat ik helemaal mooi vind, is dat over 600 meter de Duitse grens is. Ja, 600 meter, dat is de Duitse. Nee. Dus we moeten er misschien wel even naartoe. Ja, kom op, we duwen hem. Moeten we niet de Walk of Zee in Duitsland in? Ja, dat is ook leuk. Dan moet je nog 600 meter met een ding aan je hand. Heb ik echt verloren, jongens. Kan je zijn op je schouder? Hoezo? Het was zo. Ja, kijk, luister, ik heb een paar dingen die ik afweeg. Ten eerste. Wacht even, kan dit ding op de stangen? Want ik sta hem nu weer vast. Ten eerste, als Roel gewoon aan 5 kilometer gestopt had, had je sowieso verloren. Ja, oké, ja, nee. Tuurlijk. Maar hij wil grote man zijn. Hij wil grote man zijn. En wat ik kwalijk vind, is dat hij zegt: rijden we naar de Duitse grens toe. En dan na 100 meter van. Oeh, nee. Gaat niet meer. Snel eraf. Nee, hij ging echt boos. Waar stond hij dan? Ik echt een flikker. Omdat ik dat niet wilde doen. Ik ging niet langer doen. Hij stopte echt niet per se. Gaan we nu liggen? Nee, echt wel. We gaan liggen? Je zei eerst van nog 8 meter, ik doe het. En dan 100 meter van, nou, wat ik zei dadelijk, ik wilde stoppen. Toen zei hij nog, maar toen stopte ik. Toen stopte hij nog niet. Ja, jongens, ja. We hebben toch 2 capes? We hebben toch 2? Gaan die samen doen? Samen. Ja, samen. 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 Dat is sowieso niet samen. Oh mijn god. Duitsland! Oh. Duitsland, ja! Roel, we zijn in Duitsland! Ik wil je bedanken voor het kijken en bij 25.000 likes bij deze video komt de foto van Roel en Milo samen met de cape op onze Instagram account bankjes staan. Ja, dat moet toch lukken, kom mensen. Hey, maar jongens, nog een potje terug. Bruh. Nee,